Eind 2006 zette ex-Miss België Ellen Petrie haar eerste stapjes als actrice in de Nederlandse politieserie Spoorloos. En nu, 3 jaar later, is Ellen ook zand in eigen land. Want ze kreeg zomaar eventjes een dragende rol in Vlaanderens populairste tv-serie Witse. Hoe ze het ervan afbrengt als de Otijne rijke luisdochter Estelle, kan u zondag ontdekken. Maar Ellen zelf weet het al, want zij keek gisteren stiekem en nagelbijtend in het gezelschap van onze reporter. Ik vind dat wel spannend, maar om mezelf nu op tv bezig te zien, of ik dat leuk vind, dat is iets anders. En zeker met dit, ik heb er ook nog niet of helemaal geen ervaring in. Dus ik ben echt benieuwd, want nog niks gezien, niks. Ze hebben daarvoor gebeld en dan moest ik zo auditie, of hoe zeg je dat, casting of zo komen doen. Met zo'n paar lijntjes die dan ook effectief werden gebruikt. En daarna lieten ze dan weten of je er al dan niet bij waart. En dat was ook zo. Waar ik wel van schrok, had zoiets van, oké, ja, goed. Ergens begrijp ik, en als dat zo typecasting is geweest op dat vlak, dat dat wel kan. Ik weet sowieso, daar ben ik mezelf ook van bewust, blijkbaar als ik niet lach, dat ik zo wel zeer op tijd kan kijken. En waar was u vannacht? Op mijn kamer. Natuurlijk zullen er heel veel foutjes ingezeten hebben, hè? Maar ja, ik heb mijn ding gedaan. Ik heb me ook altijd opengesteld. Ik ben ook zo van, geef maar commentaar als het niet goed is. Ik ben niet type persoon die zegt, ik kan dat hier allemaal. En als dat nodig was, dan zal dat ook wel gebeurd zijn. Juffrouw Vrooman, ik kan u arresteren wegens achterhouden van informatie. Wat voor mij ook moeilijk was, zijn ja, de scènes waarin je dat je moest wenen eigenlijk, hè. Dat is helemaal niet evident. En ik zag dat ook bij de andere acteurs. Die leven hun echt in. En dat is, ja, die zijn dat ook gewoon. Die hebben die bagage, die achtergrond meegekregen. Ook doorgaans hun opleiding. En bij mij was het ook van, oké, dus er is wel wat in de oogjes geblazen en wat geholpen, sowieso. En misschien had ik wel effectief zelf kunnen wenen. Maar misschien niet op het moment dat het nodig was. Heeft uw papa over Didier geroddeld, leugens verteld? Mijn vader was geen leugenaar en nog nooit tegen mij. Dat moment dat je moest boos worden, ja, dat is sowieso niet gemakkelijk. Hè? Want als je echt boos wordt of kwaad, dan gaat het ook in je eigen taaltje over. Dus ja, je moet zien dat je dat niet te veel lawaai maakt. Ook niet wanneer overdrijfde, wanneer niet. Want ze zeggen altijd, je moet een beetje overdrijven. Maar we hebben die scène ook een paar keer gedraaid, verschillende. En zij zeiden van, oké, het is goed. Hij heeft een alibi voor de moord op Francis. Je ziet Hubert, dat is effectief een heel goede acteur. En ja, je weet niet, ja, je kent elkaar ook niet, hè? Misschien een beetje van ziens. En dan nog, ik heb altijd gehoord dat dat een moeilijke mens om mee samen te werken. En dat zal ook wel zo zijn, hij is professioneel. Maar ik heb niet echt ervaren van, oh, dat is een ambetante mens. Gelukkig maar. Eigenlijk vond ik dan een heel toffe mens. Die was altijd heel vriendelijk en zo wat lachen en zwanzen. Ik heb dat ook wel graag. Zou je niet beter mijn vader gaan zoeken, in plaats van stomme vragen te stellen? Moesten ze mij nog eens vragen? Ik zou dat zeker wel eens willen doen. Maar ik ben daar zo realistisch in. Allee, ik weet ook wel, ik ben geen actrice. Maar ik kan zeker niet nee zeggen. Voilà. Het was eigenlijk wel leuk om naar te kijken. We zullen het misschien daarbij houden. Witse met Ellen Petrie kan u zondag zien om 9:30 op 1 natuurlijk.